Shy Guys, jullie horen nu bij mij. Free! King Bowser! Thank you! Yo, dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar het nieuwe Mario en Luigi Bowser's Inside Story met de benodigde scheetjes tussendoor. Oké, oh, hij wilt me, kijk hem achter maar achter. Hij sluit me in, fuck die gast. Ik ga deze kant wel op. Nee, ik wil de battle wel doen hoor, ik wil de battle, komt u maar. Hozo! Ik raakte alleen eventjes in paniek omdat hij zo vreemd achter me aanging. Oh god, ik heb zo'n hekel aan deze. Besef ik nu opeens. What the fuck? The fuck was dat? Waarom zou ik ze opzuigen? Wat krijgt hij? Krijgt een HP of zo? Want dan zuig ik hun blaadjes op. Dat was het inderdaad. En dat is het daadwerkelijk gewoon. Okidokie. Vlammetjes erbij. En jullie zijn opeens heel erg beschadigd. Omdat, I don't know, vuur is best wel goed tegen gras. Al dus Pokémon. Doet er niet natuurlijk. Dat is een ander spelletje. Dus laten we nog maar een keer vlammetjes doen. En dan zijn ze dood. Tada! Applaus, applaus, klappa. We hebben het weer gedaan hoor. Dus nu dat vlegeltje verslagen is, dan kunnen we in ieder geval weer verder gaan. What the fuck, waar zijn alle muntjes heen? Ik dacht dat er muntjes in het gras zat. Ja. Ik heb wel gelijk, soms, als ik er zin in heb. Holy shit, wat zit hier? Oh, what the fuck is dit voor crack? Kan ik... Oh, nee, ah, oh, ja, dat krijg je met die beweegslag. Dat is nog... Eigenlijk iets waar ik aan moet winnen. Zonnebloempit. Geef me muntjes. I want all them coins. Oké, wat is hier? Oeh, pas op. Vuistem. En toen besefte de beste man dat vuistem eigenlijk best wel een hele verkeerde term is. Oeh. God, mijn knop werkte bijna niet. What the fuck? Die schoot hij wel erg direct. Potverdikkeme. Oké. Zuig de blaadjes op. Hatserflats, nu zijn jullie blaadjesloos. Komt de man met de sproeier al aan. Maak nee. Oh, wacht. Ik kan nog een keer? Oké. Dan zuig ik ook dat koninkje op. Krijg ik dan een nieuwe Blitty? Oh, wat? Lol. Ik wist het. Oké. Challenge accepted. Right, hè? Elke challenge wordt geaccept door mij. En uiteindelijk dan bepaal ik wel van, oh, wat een kut challenge of niet. Hoe? What the fuck? Oh my god, Luigi is bijna dood. Hij gooit ook muntjes. Oh, bovenhands werpen is springen. Oké, duidelijke taal. In ieder geval, Bowser is nu weer aan de strijd. Laten we vlammetjes gaan gebruiken. Omdat dat zeer effectief is tegen plantjes. True story. Oh god, wat is dat? Oh, dat is een sproeiertje. Hij sproeit op de verkeerde. Na 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 na. Maakt niet uit, want de ander stond in de fik. Lalalala. Hij is verslagen. Get wrecked. Woehoe! Experience gold ring? Voor wie is de gold ring? Gold ring, gold ring, gold ring, gold ring, gold ring, gold ring. Eens even kijken. Oh ja, ik kon natuurlijk die tweede item, kon ik al. Hard ring, red hot fangs. Races flame. Power 20%. Dat is best goed. Maar deze is ook best goed. Oh god. Oké, dus of aanval of verdediging. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, omdat Bowser al keiveel HP heeft, ga ik eigenlijk gewoon voor de flame power. Dat lijkt me een goeie. Oké, gold ring. Wat houdt dat in? Useless, but worth a lot of coins. Duidelijk. Dankjewel dat je in ieder geval aangeeft dat het gewoon zinloze gear is. Nou, is dat goed? Dan ga ik die gewoon binnenkort gewoon verkopen. Mocht ik de kans hebben. En dan moeten we nu... Wow. Dan gaan we nu gewoon deze... Oh my god, het zijn er wel erg veel hoor. Ik ben hier niet mentaal op voorbereid. Auw. Ik ontvang ook gewoon elke klap. Misschien dat ik die ring toch maar aan moet doen. Oh my god. Okidokie. Weet je wat? Ik zuig jullie eerst op. Gewoon compleet. Zodat er in ieder geval twee aanvallen niet door kunnen gaan. Want er kan nog altijd een poppetje komen. En die zit dan van... Hey, ik ga jullie gewoon tot leven brengen. Bla 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 bla. Don't care. Maar dan heb ik nu in ieder geval tijd voor een drumstick.
En dan kan ik... Ja, nu komt het waterdingetje. Maar dat maakt niet uit. Want dan kan ik nu gewoon mijn vlammenwerpertje doen. En dan gaan ze allemaal dood. Al dus, dat is het plan. Kijk. Zie je? 20% meer damage in één keer dood. Maar ik wist niet exact hoeveel damage het zou doen. Dus ik wilde gewoon eventjes voor de veiligheid spelen. En dus eerst gewoon een drumstick nemen. Voordat ik überhaupt maar een conclusie zou trekken van... Oh, dit kan ik in één keer aan. Bla bla bla. En uiteindelijk het dan gefaald. Of dat het dan faalt. En dan zeg je van... verschrikkelijk. Wat een ervaring. Blablabla. En ja, dan moet je gewoon weer opnieuw beginnen. Kijk, dan waren die blokjes. Even kijken wat hier rechts ook weer was. Want hier rechts waren ook nog van die bloemetjes. Motherfuckers. Let's go. Blammo. Dus technisch gezien betekent dat dat ik ze eigenlijk in één keer aan kan. Oké, die schiet hem hard. Het is me gewoon een keer gelukt om ze in één keer af te stoten. Hoezee. Het is me gelukt. And they're gone. Ik denk dat het wel een goede keuze had geweest om die ringen of die fangs te installeren. Want dan doen we echt keiveel damage. En dan kan ik nu bijvoorbeeld mijn defense vergroten. Het zal hoogstwaarschijnlijk wel nodig zijn. Of HP. HP, ja zeker. En go. Ja! Yeah! Ik heb de 6 erbij. Ja, daar ben ik blij mee. Maar ik word gelijk... Oh, wat? Oké, laat ik eerst maar dit bloemetje gaan verslaan. En dan gaan we er zo direct achter komen wat dat ene dingetje nou daar deed. Ah, oh. Dat is misleidend. Maar als hij zijn hoofd achterover doet, dan schiet hij hem zeg maar naar mij toe. Dat weet ik in ieder geval van dit plantje nu. Oh, met een great dood ik ze niet. Oh ja, oké, hoofd achterover is naar mij toe. Oké, dat is zo. Nice, ik weet hoe ze werken. Oh, een koninkje. Nou, fuck die koning. Want ik heb ze deze poppetjes nu toch al verslagen. Oh, wacht, die... Ja, oh nee, hij vliegt gewoon helemaal weg. Oké, prima. Prima, Jima. Oké, eens even kijken wat dit dingetje nou doet. Er staat een tekst bij. Tekst. New Kingdom Slide Fit. Put it straight, punching while walking. Extra pounds, fly away. Oké. Zou moeten werken, dus op deze manier. Woehoe! I did it! Oké, deze kant op. Woehoe! Dat is zo vet! En muntjes! Oké, zijn we al zo'n beetje bij ons kasteel aangekomen, of dat nog niet? Hier dan. Kasteel? God, hoe ver is het nog naar mijn kasteel? Duurt allemaal wel erg lang, jongens. Oh god, die schoot hem op me. Ja, die zag ik eigenlijk wel aankomen, maar eigenlijk te laat. Nou, die gaat zo. Hoofd achterover. Ja hoor, die zag ik aankomen. Hartstikke mooi. Vlammenwerpertje. Oh, het had een excellent moeten zijn. Dan had ik hem. Damn it. Motherfucker. Ah ja, dan maar zo. Puff. En good was... Het was good genoeg. Oh, syrup jar erbij. Dank u wel. Let's go up. And then let's go there. Ik haal hem net niet. Valt dat überhaupt wel te halen? Ik zit dat nu eventjes te bedenken. Het zou wel te halen moeten zijn. Ja, zie je, dit is namelijk de doorgang. Pok. Blimmo. Ja, die zag ik aankomen. Hoogdag... Nee, je hoofd ging niet achterover. Ah, nu zijn deze bloemetjes best wel te doen als je gewoon weet hoe ze werken. Maar ja, dat is met elke tegenstander vanzelfsprekend. Zodra je weet hoe ze werken... Oh, wat is het makkelijk geworden, bla bla bla. Oké, eens even hier kijken, want hier is ook een platformpje. Oh god, wat deed ik? Ik schrok ervan. Ik wilde eigenlijk gewoon vlammen spuwen, omdat hier grasjes zitten. Oké, valt dit te doen? Huh? Oh yeah, get wrecked, motherfuckers. Is dit mijn kasteeltje? Ben ik bij mijn kasteel? Oh, save a Rooney. Of course I want to save. Save and continue, because the adventure is not over yet. Si, senor. Ah la 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 la, wat is dit voor tv? Ah, monsieur Turtle Beats. Is this block called to you, huh? What is this block, you think? I must know, what is this? Is een shopblok. Oh, dus dan kan je ook gewoon echt van fucking afstand. Afstand shit kopen. Dat is best wel goed. Even
kijken. Het is meer. Oh ja, refresh me. Yeah, sure. 10 muntjes. Is niks. Negative ions go. Woohoo! It worked. Oké, heeft hij nog meer? Order please, s'il vous plaît. Oké, about blitties. View collected. Want ik heb er nu. Wacht. At the beach, the cape. Black beach. Find them, bring them to me. Ja, hier. Alright. Die. Order please. Buy gear. Eens even kijken of je wat heeft. Your horn there. More savage than before. Wow. I will give you super scratch card when you shop, huh? Oké. Okay, thank you very much. Kijk, nu kan ik wel die gold ring verkopen. Kijk hier, dat is gewoon fucking 200. It's useless. Hup, verkopen die shit. Whatevs. Doe maar weg. En voor de rest, ja. Gewoon al die kutschildjes die ik eigenlijk niet meer gebruik heb. Weg ermee. Hard ring. Die wil ik nog wel even bewaren. Gewoon omdat die goed is. Dus ja, ik vind het prima zo. Ich habe geshopt. Mag ik mijn scratch card? Order please buy items. Zal ik die nodig hebben? Scratch a scratch card. Ja, zeker. Ik wil wel weer even krabbelen hoor. Die. Dat is een mushroom. Ah, this is a surprise. A rank 3 win for Voo. This is grand, huh? You will get 10% of the spent coins. Jee, ik had echt 20 muntjes uitgegeven. En dan krijg ik 10% terug. Jee, 2 muntjes. Fucking useless. Fucking, dan had je het net zo goed kunnen houden als fooi of zo. Nou ja, don't buy anything. Fuck it. Let's go fight. Let's go fight some bitches, huh? Even terug naar mijn kasteel. Even shit mappen en shit. Shit mappen en shit. Nederlandse taal. Shit mappen. Blam. Oké, welke fucking kant moet ik op? Oh, die kant op. Huzzah! Huzzah! Al dus, geen idee welke... Oh my god. Wat in de fuck is dit? Oeh, god, hij ging naar me toe. Ga weg. Scheer je weg. Bah. Oké, deze. Dat is een nieuw enemy en er zal natuurlijk een blitty in zitten. Ja, 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 daar hebben we hem hoor. Ik heb hem. Brah. You got a blitty. Oké, hij gaat weer aanvallen. Komt-ie. Ah, net te laat. Fuck. Oh, what the fuck? Wat? Ik ben super verward door die gast. Vlammetjes. Even kijken of dat werkt tegen jou. Blijkbaar niet. Maar het wordt wel heet in je dingetje. Dus misschien heeft het toch wel effect. Of misschien moet ik gewoon een rotschop verkopen. Eens even kijken of dat werkt. Ablam. Dat ziet eruit alsof het meer effectief heeft. Of effectief is. Maar toch, ik wil het even proberen met die vlammen. Want hij werd rood gloeiend. Dus dat kan zeg maar iets betekenen. Dat zijn defense of iets omlaag gaat. I don't know. Nou ja, tijd om verder te lopen. Oh, wat? Oh ja, dat is super langzaam lopen. Huzzah! Tijd om klappen uit te delen. Wat, geen klappen? Oh my god, hij sprong. Stop daar eens mee. Is het niet leuk? Is het niet leuk? Laat me dat even mededelen vanaf het begin. Niet cool. Ja, kut. Ja, ga weg. Vind ik jammer. Nu heeft hij zeg maar zo'n... Of nu ik weet dat hij ook zo'n sprong kan doen... Zit ik echt van, ja, what the fuck, weet je. Dan moet je echt op het laatste moment moet je reageren. Het is niet standaard een beuk naar voren geven. Hatser. Mooi zo. Experience. Geen level up. Nou, dan moet ik maar wel even Bowser gaan healen. Ik bedoel, ik heb toch hot drumsticks erbij gekocht. Dus waarom geen gebruik van maken? Tuurlijk gebruik van maken. Oké. Oh, what the fuck, een shy guy? Haha. Een powerband? Oeh. Ben ik even blij dat ik niet zo'n ding kocht bij de fucking winkel. Gaat mijn power met 11 omhoog en mijn defense eigenlijk flink omlaag. Want mijn defense is nu echt door deze shell echt met 75 omhoog gegaan. Dus dan ga je echt dik in de offense. Offensief in de aanval, zeg maar. En dat plan zie ik eigenlijk niet zo zitten. Ja, moet ik die kant op? Of moet ik zo terug?
Oh, dat kan ook. Gewoon even kijken of hier iets is. Oké, okay, daar is niks. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we maar deze kant op. Dat ziet er logisch uit. I guess. Ja, er is ook geen kaart. Omdat die kaart die wordt bezet door gewoon fucking Mario en Luigi die in die buik zitten. Want out now. Shy guys. Die ga ik echt... Die moet ik even redden. Oké, okay, naar beneden. Fuck alles. Ik moet de shy guys redden. Hatser. Hats. Hats. Beuk dat ding. Shy guys, jullie horen nu bij mij. Free. King Bowser. Thank you. Shy guys joined as minions. You can now use Shy Guy Squad in battle. Would you like to practice? Dit is een attack demo. Eens even kijken. Oké, hij gooit ze gewoon allemaal naar links. Wat? Oh, en dan moet ik daar klikken. Oh, ik snap hem. Om hem dus zo ver mogelijk naar links te halen. En dan waarschijnlijk dus te lanceren. Dat is super vet. Oké, practice attack. Wil ik ook. Touch to start. Oké, ik lette niet echt op wat er op het schermpje stond, maar fuck it. Gewoon klik hier. Klik, 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 klik. Klik, ik klik al. Fuck it, ik tap als een malle. Of moet ik hem zo naar links? Oh, wacht eens even. Nee, wacht. Quickly slide the stylus repeatedly to left. Dus links, 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 links. Oké, okay, I get it. Dus het is slide it, niet tappen. Oké, okay, I get it. Oké, okay, slide, 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 slide. Come on, slide. Dat is een good, maar we kunnen beter. Ik wil een excellent proberen te halen. Het is echt super lastig, by the way, om dat volgens mij te halen. Come on. Come on. Ja, gaat goed, gaat goed, gaat goed, gaat goed, gaat goed. Excellent, yeah. Oké, dat is een fucking coole aanval. Maar we weten nu hoe die werkt. En hierbij ga ik het ook laten. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video, dan mag je dat zeer zeker belonen met een duimpje omhoog. En onthoud, elke woensdag en zondag om 16:30 een nieuwe aflevering van Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Dus als je daarop verheugt, zet het in je agenda. Leg een papiertje bij je computer of bij je tablet of wat dan ook. En dan zie ik je graag bij de volgende aflevering. Doei doei.